Duurzamer wonen en werken is belangrijk voor het milieu. Daarom werken we samen aan de energietransitie op Urk en in Flevoland. Wat doen ondernemers allemaal? Vandaag vragen we het aan Jan Ras van C-Fresh. Hi Jan. Hoi Suzanne, welkom. Dank je. Jan, we zijn hier bij C-Fresh. Wat doen jullie zoal hier? Nou, we zijn eigenlijk iedere dag bezig met inkopen en verkopen van verse vis. Dat komt hier dan binnen en we bewerken dat zelf. Wij fileren dat zelf, we portioneren dat zelf en wij brengen er zelf ook toegevoegde waarde aan toe. Wat doen jullie verder hier in dit gebouw aan verduurzaming? Nou ja, we zijn in 2019 al begonnen met nieuwbouw. En dan je eerste contact die je hebt is om zonnepanelen op je dak te leggen. We hebben in 2019 hebben wij er ruim 500 op laten doen. En bij de tweede nieuwbouw hebben we er ook weer 550 op laten zetten. En als je dat ziet, en vooral met dit weer, dan brengt het wel behoorlijke besparing met zich mee. Zo, en dat is vooral dan in het bedrijfspand, maar ik kan me ook voorstellen dat je misschien met de verwerking van de vis of dat je daar ook iets in kan verduurzamen. Doen jullie daar ook iets qua verduurzaming? Nou, als ik kijk naar op retail niveau, al onze verpakkingen bijvoorbeeld, die zijn recyclebaar. Nou ja, we doen dan warmte terugwinning vanuit de koelinstallatie. En dat levert een besparing op de elektrische installatie van de koeling dan van 12%. En de warmte die we eruit halen, daar hebben we dus een reductie nu op het moment op de gasverbruik van 50%. En daarna zagen wij dat we met name onze gasverpakkingslijnen, die lozen heel veel afvalwater. Nou, dat is een paar jaar is dat zo geweest en toen heeft Teunis daar op een gegeven moment een plan voor bedacht om dat afvalwater weer op te gaan vangen, om dat te gaan filteren. En dat gebruiken we nu ook weer met onze schoonmaak van het bedrijf. We gebruiken dat voor de krattenwasmachine. En daarnaast ook met aanschaf van materialen, onze krattenwasmachine is veel energiezuiniger dan de voorgaande die we hadden. Dus je kijkt ook steeds naar de aanschaf van materialen, hoe zuinig is het ten opzichte van je voorgaande. Nou, dat klinkt echt alsof jullie al echt een heel eind op weg zijn. Hebben jullie misschien ook advies voor ondernemers? Van hoe kan je bedrijf verduurzamen? Ja, wij zijn natuurlijk ook geïnformeerd door de specialisten. Dus ik denk dat erg belangrijk is om goed te luisteren, om goed om je heen te kijken. En vaak is het voor een ondernemer van waar ze tegenaan hikken is de extra investering die dat met zich meebrengt. En dan moet je dat kunnen financieren. Maar ik ben meer van wat bespaart het ons op jaarbasis. En als je dat dan gaat uitrekenen, dan merk je gewoon dat verduurzaming op zichzelf op een gegeven moment zichzelf weer terugverdient. Ja, en je kan redelijk in het klein beginnen. Dat hebben we in principe wij ook gedaan en we zijn eigenlijk de installatie steeds verder aan het uitbreiden naar wat we dan energie uit kunnen krijgen. Dus alles wat we eruit kunnen halen, dat proberen we er ook uit te halen. Dus ons gasverbruik, dat gaat nog steeds naar beneden. Nou, en daarnaast onze vloerverwarming die we nu ook nog steeds inzetten, wat gas vraagt, daar zijn we ook alweer naar aan het kijken van kunnen we dat ook niet gaan opvangen. De warmte van de koelingen die eigenlijk de lucht ingaat, daar hebben we nu een warmtewisselaars daartussen gezet. Dus die warmte die vangen we nu ook op. En die wordt ook weer gebruikt voor de krattenwasmachine en voor het warme schoonmaakwater. En ik hoor eigenlijk ook dat jullie dan klein zijn begonnen eigenlijk. En dat je zo stap voor stap en dan rol je er eigenlijk een beetje in. Dat is een beetje hoe ik hoor dat je steeds verder gaat zien wat de mogelijkheden zijn. Op een gegeven moment is het ook een beetje spel, ja, wat kan ik eruit halen en wat wij, de diepvriesvis wat wij binnenkrijgen, dat ontdooien we elke nacht. Nou, daar gebruiken we gas voor. Nu we op het moment wordt er een aanpassing gedaan dat we die ook van gas af kunnen krijgen. Dus dat we daar ook de warmte terugwinning op kunnen zetten en die besparing die kun je gewoon met de maand kun je in principe zien dat je gasrekening naar beneden gaat. Ja.
Zo, nou dat klinkt al heel bemoedigend denk ik ook voor andere ondernemers. Dus dank jullie wel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan de energietransitie op Urk en je bedrijf meer verduurzamen? Kijk dan voor meer informatie op de website van gemeente Urk of EEF, het Energie-Expertisecentrum van Flevoland.